De mooiste foto's ontstaan niet vanzelf. Daarvoor moet je geduld hebben en er gewoon zijn. Liefst zo vroeg mogelijk. Het mooiste is als je echt die zon op ziet komen. En net het moment ervoor. En dan als de zon echt op is, ja, dan is eigenlijk het licht ja, vaak weg. Dus 's morgens vroeg of 's avonds laat. Dat vind ik het mooiste licht. Mooi strijklichtje. Ik krijg alles een beetje diepte van. Weet je, dat vind ik heerlijk. Maar uiteraard gaat hij niet onvoorbereid op pad. Een paar lenzen heb je bij me. Meestal fotografeer ik met 1 of 2 lenzen. Batterijtjes heb je bij je. Flashcards heb je bij je. Een camouflagedoekje heb je bij je. Een klein verrekijkertje. En dit is wel een grappige. Het ziet er een beetje apart uit. Maar dit is een eendenlokker is het. Dus hier, als ik echt een zwerm eenden over zie komen, dan willen ze hier wel op reageren. En dan komen ze mooi invallen en dan kan ik ze mooi inkomend kan ik ze fotograferen. En dat is een van de trucjes. Soms is het ook een kwestie van geluk. Iemand gaf mij de tip, je moet daar en daar eens gaan kijken, daar is een vossenbouw, een vossennest. En dan ga ik daar elke dag kijken, elke ochtend, elke avond. En dan net zolang tot ik ze heb. Koch kan urenlang genieten van de rust. Maar door de nabijheid van vliegveld Schiphol is dat relatief. Ja, hoor eens, ja. Je hoort nu een vliegtuig, dat is jammer. Maar... Ja, baal je daar niet van? Ja, daar kan ik ongelooflijk van balen. Maar ja, ik zou daar het liefst een boze brief over schrijven. Maar het is een beetje lastig, want mijn vrouw is stewardess, dus dat kunnen we beter maar niet doen. Maar wanneer is een foto nou geslaagd? Dat zijn veertjes van ganzen. En je ziet nog net dat er een stuk, hè, dus dat waterpeil, daar wordt er enorm mee gespeeld. Blijft een prettig beeld vinden om naar te kijken. En dan is wat mij betreft een foto geslaagd. Als je er net even langer naar kan kijken dan normaal. En dat is, zo zie ik het.